Goedemorgen, dames en heren. En welkom in Amsterdam. Mooi, we zijn vandaag in Amsterdam en ik ben nu ongeveer een anderhalf uur bezig. De tweede snoepbaars, leuk formaatje. Nou, denk een centimeter of 40, 38 zoiets. Maar leuke aanbeet, hengeltje mooi krom. Deze gaat weer zwemmen. We zijn behoorlijk stil geweest. Maar we hebben weer een baarsje te pakken op de Deus van Biwa. Een leuke klap erop, want ik zag een groepje aasvis zwemmen. Die werd al aardig behaald op de baarzen. En deze pakte hem toch. Even onthaken en dan laten we deze weer zwemmen. Yes! Super shirtje! Snoepbaarsje op de Biwa Deus shirt. Hey, we raken. Gave baars, super mooi. Ook raar getekend, want hij heeft gewoon rode winnen. Een heel mooi baarsje op de Hornet. Nou, leuke vis. Nummer 7 van vandaag. Als stekkerkeuze kun je heel veel dingen bedenken. Wat wij allemaal weten natuurlijk is zijn obstakels, steigers, palen, bruggen, wanden. Ergens waar je gewoon bij langs kunt gooien waar die vis zich schuilhoudt. Nou, en wat jullie daar heel erg mee kan helpen is de webapp van Navionics. Navionics die heeft een webapp ontwikkeld die je gewoon op je telefoon kan. En waarmee je in principe alles uit kunt zoeken. De Navionics webapp is eigenlijk een heel uniek concept wat je kunt hebben op je telefoon. In principe is dit een dieptekaart die je altijd bij je hebt. De dieptekaart die bevat verschillende locaties. In principe door heel Nederland kun je je dieptes bekijken en kun je ook nog markers plaatsen. Dit zijn bijvoorbeeld markers waar je aanbeten hebt gekregen van vissen. Waar jij denkt dat vis zit. Hier kun je alles gaan pinnen. Voor de rest, we zijn nu in Amsterdam, dus de stekkerkeuze is ruim, maar dan ook heel erg ruim. En om dit nou te selecteren tot de beste punten, zijn wij op zoek gegaan via de webapp om kuilen. En die kuilen zal ik je nu laten zien. Momenteel bij de paal zijn wij aanwezig en je ziet er ook heel duidelijk omheen een mooie diepe kuil van 5 meter liggen. Hier hebben we een aantal worpen in gemaakt en ook een paar goede aanbeten gehad. Dit hebben we de hele dag gedaan en zo zie je dan ook, je pakt er ook gewoon extra vis mee. Wat dus heel positief is voor je eigen visserij. Het heeft even geduurd, maar weer op de roze Biwa Deus shirt. Lekkere beuk erop, gaaf gekleurd, mooi fin ook. Ik ben nog even een paar opnames aan het maken, maar dit visje is ook niet verkeerd. Erg blij mee.